Dit zijn de meest gestelde vragen over seksualiteit en puberteit. En zwem. Zwem. Ja, zwem. Sorry. Ik ben een beetje afgeleid door mijn nieuwe vrienden hier. Maar zoals altijd zijn jullie natuurlijk heel erg welkom bij de Dr. Bea bespreekt online alles wat je wil weten over seksualiteit en puberteit show. Mooi zijn ze. Ja, het zijn mijn nieuwe visjes. Maar echt, ik zit al heel de tijd te kijken. Het is er dus echt niet aan te zien of het nu een jongen of een meisje is. Maar misschien weten ze het zelf eigenlijk ook niet. Dat kan bij mensen ook trouwens, hè. Dat je niet zo goed weet of je nu een jongen of een meisje bent. Dat kan gebeuren. En wat is er dan eigenlijk aan de hand? Wel, kijk, je biologische geslacht, dat is het lichaam waarmee je geboren wordt. Als een jongen of als een meisje. Maar sommige mensen voelen zich van binnen een jongen, maar zijn van buiten een meisje of andersom. Ja, en dat noemen we dan transgender. Hey, het is natuurlijk niet zo dat als je als meisje graag kort haar hebt en broeken draagt en voetbalt, of dat als je als jongen graag met poppen speelt en een rokje draagt of make-up, dat je dan meteen transgender bent. Nee, dat is gewoon ook oké. Maar stel nu dat je toch echt heel diep van binnen het gevoel hebt dat er iets niet klopt, dat je lichaam niet overeenkomt met hoe je je van binnen voelt, ga er dan eens met iemand over babbelen. Iemand die je daar heel goed over vertrouwt. Want tegenwoordig is er bijna voor alles een oplossing te vinden. Woep woep. Trouwens, zoals mijn visjes hier, die zijn gewoon goed zoals ze zijn. Hè. Of dat je nu een meisje bent, een jongen of allebei of whatever. Je mag gewoon zijn wie dat je zelf bent. Oké, voilà. Dit was de Dr. Bea bespreekt online alles wat je wil weten over seksualiteit en puberteit. Ciao! Oké, tot de volgende keer. Of tot, dat hoeft niet. Je kunt ook klikken, doorklikken. Of had je al doorgeklikt? Allee, dan tot zo, tot ziens. Of tot straks, of morgen mag ook.